Ja, maar we hebben een mooi licht hier. Dus jij gaat nu vloggen, hè? Ja. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van mijn kanaal. Jada Dossers. Wij zijn hier een interview aan het maken voor heel Nederland eigenlijk. En het is nou een man, dus hij. Chris. Ja, Chris. Hij loopt 2000 kilometer voor het goede doel. Ja. Wat voor goede doel? Voor dieren. Ja, voor dieren. Bijvoorbeeld die stropers die erop jagen. Of bijvoorbeeld de mensen die op die dieren jagen voor ivoren of voor de vacht. Ja, en dan willen we dus natuurlijk dat stoppen. Nou, ja. Nou, roep maar op. Roep de mensen maar op dat iedereen moet daar aandacht voor hebben. Stop met stropen! Ja, harder. En jagen. Stop en jagen. Met stropen en jagen! Stop! Goed zo. Stop! Wow, ik hoor mijn echo. Dat is duidelijk. Dus? Degene die het doen, krijgen een pak rammel. Van jou, Jada. Van mij! Jada Dorsers! Sana Dorsers en Chris! Juist. Ik zeg niet dat ze een pak rammel krijgen. Nee, maar wij wel. Deze. We doen het met z'n drieën, we doen het met z'n allen. Ja. Juist. Nu ben ik groot. Oh, je wilde er ook even bij, dat was het. Jij stond te weinig in de aandacht. Ja. Ja. Wat gaan we nu doen als vlogger? Nou, dingen zeggen. Nog maar een keertje roar? Oké. Oké? Zal ik al vertellen? Ja. 3, 2, 1. Wat was het ook weer? Ik weet het allemaal. Oké, ik knip dat er al uit, joh. Ik knip dat er al uit. Tada. I got the arm from the tiger. Oké, nu opnieuw. 3, 2, 1. I got the eye from the tiger, the fire, dancing to the fire, cause I am the champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a liar, cause I am the champion, and you're gonna hear me roar, roar. Nou, jij bent de vlogger, dus nu moet je weer afsluiten. Oké, dit was het. Dit was de video van mijn kanaal, Jada Dorsers. Abonneer! En een dikke doei, dikke koei. Doei! En duimpje omhoog trouwens nog. Ja, duimpje omhoog. Voor deze jonge dame. En nou, zeg maar, dit is ook mijn kanaal, dus dan moet je ook wel wat over mijn kanaal zeggen. Abonneer ook op het kanaal van Chris. En like. En duimpje omhoog. Like. Wat noem je duimpje omhoog? Icons of nature. Heb je er wel eens van gehoord? Weet je wat een icoon is? Ja. En ik heb het over de iconen der natuur. En in zijn Engels is dat dan icons of nature. Ja, dat is logisch. Is dat jouw kanaal dan? Heet dat zo? Ja, nou, dat is mijn Facebookpagina en dat is mijn Twitter en dat is mijn Instagram. Dus dan kijk ook even. Dan moet je nu afsluiten voor icons of nature. Kijk ook even op zijn Twitter, Facebook, noem maar op. Icons of nature. Yeah. En nou van de vlogger. En duimpje omhoog! Want het gaat zo regenen. 1, 2, 3. Duimpje omhoog! Mooi! Nou, dit was hem dan weer. Tot de volgende keer. Doei!